Hallo mensen, hartelijk welkom bij Even Lekker in Bed! Aflevering 4 en deze aflevering gaan we weer verder met Crash of the Titans. Een spel voor de DS natuurlijk, zoals jullie weten. En we gaan heerlijk in bed liggen. En gaan jullie ook, liggen ook gewoon lekker in bed. Heerlijk, even die serie kijken. Tot na het intro. Okay, people, let's go to work. Ik moet die doos daar pakken. Hoe gaan we die pakken, denken jullie? Even kijken hoor. Dat moet wel ergens lukken, denk ik. Als we nou... Ik wil hier vanaf. Even kijken hoor. Hoe doe je dat? Blaas. Oh, je moet blazen in de microfoon. Ik weet het niet hoe dat werkt. Zo. We moeten even kijken of we daar... Ja. Oké, ik hoop niet dat we hoeven te blazen in de microfoon, want dan heb ik een probleem. Nee! Checkpoint. Oh, daar maar. Jeetje, jongens. Kom op. Doe niet zo triest. Ik was hartstikke ver gekomen en dan doen jullie dit. Oh, ik ben bijna dood alweer. Oké, we moeten beter gaan spelen. Vince, ik weet het. Oké, hier moeten we uitkijken dadelijk. Dat is wel een pittig spel trouwens. Of ik speel het gewoon niet goed. Dat kan ook nog. Oké, je moet even uitkijken. Ja, dat halen we wel. Apie! Oh, kijk uit voor de apie. Dat vak ik zelf in het water. Oh, en de grote... Oké, dit gaat wel lekker nu zo, jongens. Wij moeten een skelet... Oh. Oké, we kunnen door. Door de poort. En we gaan naar een nieuw gebied. Oké, dit gaat goed. En onze Titan is weg. Dat is een beetje jammer, dit. Nou, we zijn nog lang niet, zoals je ziet. We hebben nog aardig wat... We hebben nog maar 180 mojo punten. Dus het is best wel groot level nog. Wat ik al heel vet vind. Oh, rotapen. En we gaan langs hele smalle straatjes. Oh, 2 in 1. Gaan we dit halen? Oh, shit, shit. Zo, dat gaat goed. Je moet altijd voor zorgen, als je op je Titan zit, ben je meestal wel sterkst, vind ik. Oké, we kunnen daar naar boven. En... We moeten weer een paar mannetjes verslaan, zie ik. We maken een aanval, doen we. Zo. Oké. Zo, die aanval sterk. We kijken. In één keer, hoppakee. Zo. Nou, oké, die doen we voortaan, deze. Oké, voordat we daar naar verder gaan, ga ik eerst even hier kijken. Ik kan daar naar boven namelijk. En hier zit een secret met een masker. Hoppakee. Oh, Mojo! Masker. Oké, nou die krat, wie weet het inmiddels. Oh, een filmpje. Uh,
Een orka titan. Cool. Ziet er cool uit. Oké, ik zit op orka titan. Dat betekent dat we ook met die orka titan natuurlijk door het water heen kunnen. Dat we moeten uitkijken voor die nitro's. En die nitro's kunnen we herkennen aan het ennetje wat erop staat. Ik weet wel, ik wil hier naar boven toe. Ik weet niet of dat gaat zomaar. Ja, we moeten wel. Er zit een maskertje. En nu heel snel terug. Want ik weet. Oh, daar mag je niet in. Oh, stom. Ik dacht die kan gewoon in het water lopen. Leuk die herrie ook op de achtergrond, jongens. Excuus. Ontspannen. Even lekker in bed, jongens. Even lekker in bed. Dat is wel een nadeel. Soms zijn die levels best wel even rumoerig met checkpoints. Dat merkte ik ook met Mario. Soms een verschrikking. Zo, lekt hier. Oké, ik ga gewoon doorlopen. Zo. Op kratjes. Nog een titan. Kijk, zo doen we dat. Wel een heel ander level dan de andere Xbox versie. Merk ik al. Heel ander level. En dat zeker in positieve zin. Ik mis een paar boxen, maar we gaan niet meer voor al die mojo punten. We gaan gewoon lekker doorlopen. Wel een checkpoint. Maar die moeten we hebben, die... Alleen met deze orka kunnen we door het water. Oké, dan moeten we vond houden inderdaad. Oh, grote doos hier. Hoeveel maskers kan je niet hebben, joh? Echt veel. Oh, monsters, joh. Apies. Dat kristal moeten we hebben. Ben ik de enige die kaas ruikt? Wat een kaas. Ik ruik niet naar kaas. Het gaat goed, jongens. Ja, het gaat lekker, kom op, vermoord hem. Oké, dan ga ik op de beest zitten. Versla wezens om de deur kapot te maken, ja. Ik doe mijn best. Ja, hij is open. En we kunnen door. En volgens mij is dit het einde. Nou, dit ging goed. Dit ging goed. Oké, we hebben het kristal gehaald van dat level. En ik ga even kijken of hier wat binnen te doen is. Nee, niks. Ik ga naar dit level, maar we gaan hem niet meer spelen. Maar ik moet deze sowieso nog spelen, zie ik. Ja, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Het is een wat langere video dan normaal.
Het Woempa-oerwoud laten we niet zien. Maar we gaan zeker in de comments vragen hoe jullie deze game vonden. En dan volgende week komen we met een nieuwe game eraan. Dus blijf zeker kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!